Oké, ik lees heel erg veel reacties, jongens. En ik hoor dat jullie toch best wel graag weer een keertje Mario Maker zouden willen zien. Dus nu heb ik nagedacht. Is het niet leuk om een keertje de missie met 100 Mario's te doen in iedere categorie? Ik dacht van wel, dus laten we het maar gaan doen. Hier is Super Mario Maker, missie met 100 Mario's. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze extra aflevering van Let's Play Mario Maker. Ik ben er weer, Zelda Play 20. En ja, ik heb heel veel reacties dat jullie toch wel graag, dolgraag Mario Maker zouden willen zien. Ga nou in deze film niet, of in deze video, ga nou niet zoveel mogelijk levels in plaatsen, want dit wordt gefocust op missie met 100 Mario's. We beginnen gewoon met makkelijk. Als we die hebben gehaald, gaan we naar normal. Gaan we die gehaald, gaan we naar moeilijk en zo komen we dus verder. Het zijn random levels die gekozen gaan worden, dus ik heb er een facecam bij gegooid vandaag. Hopelijk is die een beetje leuk te zien. Dus we zullen gaan zien hoe dat bolletje gaat rollen. Dus laten we maar beginnen. Ik zeg beginnen. Beginnen. Dank je. Makkelijk is waarschijnlijk heel erg makkelijk. Ik ben benieuwd. Gewoon gentle beginnen. Prinses Peach wordt ontvoerd. Hoe vaak heb ik die grap eigenlijk wel niet gemaakt? Dat was eigenlijk al de grap voordat Mario Maker er was, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké. Laten we beginnen met level 1. Gemaakt door... een Japanner. Ik kan niet lezen wat daar staat. Nou ja, we zien wel. 100 levens. Is dit zo'n don't move of iets? Nee. Ik wil wel zeggen, waarom hebben we geen muziek? Oh. Oké. Dus... die heeft heel erg veel springboards hier neergezet. Leuk. Nou, dat was heel moeilijk. Vergeet niet, dit is super makkelijk, dus... makkelijk. Super makkelijk is nog niet een optie. Maar dit is dus... volgens mij was er hier ook nog niet eens een mogelijkheid om in dood te gaan. Dus, deze was wel heel erg makkelijk. Nou, ik heb niet een wereldrecord, maar... Oké, we gaan gewoon verder. Ik geef deze geen ster, want deze was gewoon veel te makkelijk. Fair to be sure. Maar dezelfde player, deze levels zijn veel te makkelijk. Waarom doen we het? Om gewoon te kijken wat er gebeurt als je dus veel te makkelijk... Oké, we hebben heel erg veel teksten erin zitten. Oh, dit zijn leuke puzzeltjes. Oké, wacht even. Ik ben niet goed in. Ik kan dit. Kijk. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar het zijn allemaal kleine puzzeltjes. Dit is leuk. Oké, dus we hebben daar... een bom. Oh, wacht. Om niet geraakt te worden, moet ik hem zo raken? Ah! Easy! Nee, zo... ja, oké, vooruit. Hij is easy. En je moet de vuurbloem houden, want anders kun je die beesten niet kwijtraken. En dan zou je er doorheen moeten lopen als je groot bent. En... dit is interessant. Oh, dan moet we... hier moet je weer klein worden. Oké, vooruit dan. Oké. Hier gewoon naartoe lopen als hij deze kant op gaat? Nee? Oh, dat werkt. Oké. Dit is leuk! Deze is interessant. Deze vind ik gaaf. Dit zijn eigenlijk een beetje allemaal mechanics die je kunt stoppen in je level om een level moeilijk te maken. Oké, nou zit die paddenstoel daar. It's not working! Jawel, dat moet. Oké. Paddenstoel willen we niet. Oké, ken ik hem? Oké, daar zit niks. Dan moeten we hem... Boom. Oké. Dan neem ik aan dat ik hier naar boven moet. Die teksten zijn irritant. En ik weet dat ik ze uit kan zetten, maar dat wil ik niet. Je moet de trampoline meenemen. Oké. Dankjewel dat je dat zei. Misschien moet ik die comments even uitzetten. Wacht even. Hoe zet ik die dingen uit? Geef me een seconde. Zo zet ik die uit. Ik ze zo uit, zo zet ik ze uit. Kan ik ze op mijn scherm wel lezen. Dus kan ik ze toch wel zien, maar dan staan ze niet zo in beeld. Dan staan ze hier op de dingen. Oké, we moeten weer klein worden. Dat is leuk dat hij dat zo heeft gedaan. Wacht. Hi. Interessant. Leuke mechanic.
Deze puzzels zijn gaaf. En oké, hij is best wel interessant gemaakt voor een moeilijk level. Vergeet niet, voor een makkelijk level. Dit hoort super easy te zijn, hè. Dus, oké, die zijn ook weg. Jij bent ook weg. Dus dan moet ik nou hier doorheen. En dan hier doorheen. En dan kan ik hier. Ga nou niet mee worden, hè. Oké. Een van die deuren was goed, eentje was van mijn vinger. Oké. Oh, ik dacht al, ik val hier naar beneden, maar nee. Oké. Jeetje, dit level is gaaf. Oké. Oh, die geeft aan welke deur dat goed is. Spoilers. Jammer. Dat is geen goede deur. Kijk! Dat doet me een beetje denken aan die, Ach, hoe heet dat nou? Wat hebben we hier? Hoe wil ik dit doen? Ik ga niet naar de comments nog kijken. Doink, doink, doink. Oh! Sneaky! Rip headphone users. Deze is echt leuk gemaakt. Echt allemaal van de micropuzzels. Echt gaaf dit. Dit level krijgt zeker van mij een ster dadelijk als ik klaar ben. Er zitten hier heel veel ideeën bij die je eigenlijk zou kunnen gebruiken voor levels. Heel veel van die puzzelsystemen. Deze is echt heel erg goed gedaan. Het is een super makkelijk level, maar deze die zijn gaaf. Sterretje, zekers. Puzzelrooms 2, echt leuk. Deze was geweldig. Oké, ik heb niet het wereldrecord, maar echt, deze is echt super gaaf. Oké, nou, we hebben 2 levels gehaald. Laten we nog even lekker doorgaan. We zijn Zelda player, dit is super makkelijk, dat is saai. Super makkelijke levels zijn ook leuk. Nou ja, tenzij dat ze wel heel extreem makkelijk zijn. Hebben we hier. Oké. Terug naar het begin. Denk ik. Of niet? Twink. Oh, snijkvogels! Oh, oké, je mag niet naar beneden drukken. Dat is duidelijk. Dus we moeten tegen Bowser vechten. Oké. Ik snap niet waarom dat je er zoveel warpipes voor neerzet, maar oké, even hier wachten. Doink, doink. Oh, je bent niet moeilijk. Je bent niet moeilijk. Zeker niet met unlimited firepower. Kom hier, Bowsy. Wat ben je toch een pushover? Maar maak je niet bang met je vuurballen. Ik wil dan misschien wel kleine vuurballen hebben, maar maakt mij niet uit, hoor. Jong. Maar krijgen we dan iets van jou? Moeten we dan in de laatste warpipe? Een sleutel van jou of zo? Doei. Ja, je moest dus in de laatste. Oké, dus jij moest Bowser wel verslaan, maar hij was best simpel. Best wel gemeen dat ze daar die spike walls neer hebben gezet, maar ach ja. Decent. Laten we zeggen decent level. Ik bedoel, het is nog makkelijk. De rage die komt waarschijnlijk pas bij als we bij moeilijke levels gaan komen, want dat is de regel trouwens die ik nog niet heb gegeven, maar er wordt niet geskipt. Onmogelijke levels als we hem tegen gaan komen? Oh, rage. Ja, Melon, je bent lief. Boom. Ik wil zeggen, waarom is er geen muziek? En ik haat waterlevels. Eens even kijken. Wat moeten we doen? Weer. Super Mario Brothers! 1! Iets zegt mij dat we daar niet doorheen kunnen. Of wel? Wauw! Waarschijnlijk heb ik het hele level geskipt. Wat was hier het doel van? Het is een waterlevel. Naar de fan. Ik heb geen wereldrecord. En ik heb niet naar de naam gekeken. Game Boy Gallery. Oké. Waarschijnlijk kunnen we dit in 1 aflevering gaan fixen, jongens. Want we zitten al op 50%. Dus, one way out. Oké. Ik vlieg over je level heen, want dat is heel makkelijk. Oh, hallo. Boink.
Het is een heel mooi level, maar... Moet ik hier nou een weg zoeken doorheen om hier overheen te komen of zo? Is dat wat je me hier probeert te vertellen? Dat is duivels. Hierboven zit geen opening, dus ik... Iets zeg maar... Dat in die vraagteken, dat daar dan een power-up of zo misschien in zit. Ja, daar ga je zo. Oké, even... Een Yoshi! Wacht, kan ik met Yoshi die dingen opbreken? Nou, dat is makkelijk. Pas erop, hè. Kan ik hier nou overheen lopen? Nee, dat kan weer. Dat was niet slim. Kom hier, kom terug. Ik heb die Space Shuttle nodig. Space Shuttle, voor mij nou. Goed, dus dan moeten we helemaal hier naartoe. Nee, dat werkt ook al niet. Er is daar een warp. Dus dan moeten we hier gewoon doorheen. Gok ik. Hier doorheen. Ik heb heel je level doorzocht. Volgens mij is mijn kwaliteit van de camera niet echt goed. Ik zou mijn camera even veranderen. Even wachten tot hij nou beter is. Wow. Leuk, joh, zo die microfoon erbij. Oké. Automatic Engine Apocalypse. Oké, als het automatisch is, dan denk ik dat ik niks moet doen. Dus als je hier dus kijkt, heb ik hier mijn schild liggen. En hier achter me heb ik hier mijn evoluties. En ondertussen zijn we een level aan het doen. Bij super easy, bij easy kom je dus heel snel de automatische levels tegen. Zullen we voor een wereldrecord gaan? Ik vind het wel. Ik wil gewoon voor een wereldrecord gaan. Eens kijken of ik een wereldrecord heb. Ik bedoel, het is leuk dat hij automatisch is, maar ik wil voor een wereldrecord gaan. Velen zullen al daar die sprong hebben gemaakt, ben ik bang. Dus ik denk niet dat ik een wereldrecord heb. Ik kan het proberen, maar... Nee, joh. Sommigen die hebben hem gewoon in 8 seconden gedaan. Die hebben zoiets van, ja, ik ga niet heel... Ik speel gewoon verder. Ja. Oké. Dat kan ik niet lezen. Moet weer ergens in. Is het volledig automatisch? Heel veel P-switches. Waarom vertrouw ik die P-switches niet? Ik kan een vuurbloem pakken. Moet ik een P-switch meenemen? Wat was het nut van die P-switch? Nou ja, level gehaald, I guess. Deze levels zijn niet echt een uitdaging, ik weet het, jongens. De puzzle level, dat moet ik wel zeggen. Dat was zeker heel erg goed. En sorry dat mijn camera nog niet zo goed stond. Facecam stond veel te ver uitgezoomd. Maar nu staat hij nog een stuk beter. Tenminste, dat hoop ik wel. Goed, nou. Super Mario Bros. 3, Tower. Blur. Ja, maakt niet uit. Is dit oorspronkelijk Mario 3? Is dit een remake? Is een remake! Paddenstoeltje? Oh, zou die iets met die secret gedaan hebben? Is een remake! Ja, want die nucleaire ballen die hebben ze niet in Mario Maker, dus heeft hij vervangen met hun. Oh, dit is een hele leuke remake, jongens. Oké, hier zit een Leaf in. En dan vraag ik me af, heeft hij de secret gemaakt? Dat zie ik niet. Nee, secret zit er niet in. Oké, wat zit hier dan? Hoe heeft hij dit gedaan? Wow! Oké, dat zijn Twomps! Twomps die zijn gemener! Nee! Hoe zou die Boom Boom hebben gedaan dan? Boom Boom zit er toch niet in? Jij bent Kamek! Jeetje, super makkelijk en ik heb al een death te pakken. Oh god, oh god, oh god.
Dan vraag ik mij af of er toch nergens een stiekem een opening zit. Mocht ik hem vinden, dan laat ik het zien. Zo niet, wij gaan terug naar die boss battle. Ik kom daar echt niet voorbij zonder geraakt te worden. Ik vind het wel grappig dat hij die deur daar heeft geplakt. Hi Bowser Jr. Hoe gaat ie? Het groot. Gelukkig hoef je jou niet te verslaan. Ik had gewoon over hem heen moeten springen. Ik had gewoon door moeten rennen. Maar dat ene stukje met die tom, dat is wel eigenlijk heel erg lastig gemaakt. Want in Mario 3 oorspronkelijk komt het plafond naar beneden toe. En dan gaat dan weer omhoog en alles. Leuke remake. Ik vond het een leuke remake. Zeker eens te weten. Dus ik heb geen wereldrecord helaas. Maar echt leuke remake. Ja, dat was easy mode. Yay. En wat krijg je dan? Het spijt me, Mario, maar de prinses zit in een ander kasteel. Ha, ha, ha. Ik haat dood. Nou, dan krijgen we dus nu alle creators van de levels die dus best makkelijk waren. Dus ik vond Puzzle Rooms, die vind ik hier het beste uit. Ik vond de Game Boy Gallery, die zag er ook wel leuk uit. Heb ik niet echt veel van gezien. De Super Mario Bros. 3, de Tower. Die was ook heel erg leuk geremake, maar best wel lastig. Wordt vervolgd, zeker eens te weten, want hierbij laat ik het bij deze Super Mario Maker aflevering. We hebben dus weer een nieuwe amiibo dinges, of paddenstoel ding vrijgespeeld. Maar wat ik zeker ga doen is, de volgende aflevering ga ik naar normal mode. Meer levels, moeilijkere levels, misschien wat meer uitdagingen. We zullen het zien. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste level? Leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En tot de volgende video. Doei!